Voorzitter, dank u zeer. We krijgen eindelijk een heel klein beetje van onze vrijheid terug. Die vreselijke avondklok wordt na 100 dagen, bijna 100 dagen, eindelijk opgeheven en de bezoekersregeling wordt licht uitgebreid. Maar verder is het eerlijk gezegd niet zo heel veel soeps. Neem de terrassen. Eén dag na Koningsdag gaan die een heel klein beetje open, mits wordt voldaan aan ongeveer 85 onzinregels van aantallen mensen per terras, per tafel, de te houden afstand, om horen dol van te worden. Ik heb daar nu al een kater van zonder een druppel te hebben gedronken. En welke gek, voorzitter, verzint het om om 6 uur 's avonds de terrassen te sluiten? Hoe wereldvreemd kan je zijn? Veel mensen zullen elkaar daarna thuis opzoeken om nog een drankje te nemen of zich verplaatsen naar het park in de buurt met een drankje uit de lokale supermarkt, waardoor we eerder meer dan minder besmettingen krijgen. En voor de horecaondernemer is het allemaal helemaal teleurstellend. Mijn oproep: open de terrassen volledig zonder al die onzinnige beperkende regeltjes eromheen en schrap die eindtijd van 6 uur. En schaf überhaupt dat 1,5 meter dictaat in de buitenlucht helemaal af. De kans op besmetting buiten is ongelooflijk klein en het is waanzinnig dat je daar een boete voor kan krijgen in dit land. Voorzitter, door de te trage prikstart en het niet gelijktijdig met de alleroudste starten met het vaccineren van de mensen tussen de 60 en 70 jaar, liggen onze IC's nu vol in plaats van leeg. En had maar naar ons geluisterd. Had de mensen tussen de 60 en 70 jaar, de groep die het vaakst op de IC ligt, maar eerder geprikt, dan was ons veel ellende bespaard gebleven. Dan hadden we onze vrijheid al lang teruggehad. Maar dat is allemaal niet gebeurd. En daardoor liggen er nu maar liefst 839 coronapatiënten op onze intensive cares die vechten voor hun leven. En de grens van wat de ziekenhuizen aankunnen is bijna bereikt. En ik vraag de premier wat er gebeurt als toch nog het aantal van 1500 mensen op de IC's wordt bereikt. Voorzitter, de Kamer heeft afgelopen dinsdag een motie aangenomen van D66 om mensen onder de 60 te laten kiezen of ze wel of niet vrijwillig met AstraZeneca willen worden geprikt. Voer die motie uit, zeg ik tegen het kabinet. En ik vraag het kabinet ook nu opnieuw met klem om mensen ouder dan 60 jaar die geen vertrouwen meer hebben in AstraZeneca te laten kiezen voor een alternatief. Zorg daarvoor. Zorg voor een alternatief. Voorzitter, de PVV wil geen testsamenleving. En al helemaal geen testsamenleving die de horeca en evenementen alleen weer bereikbaar maakt voor mensen die elke keer per persoon €7,50 voor een test moeten betalen. Hou op om al die kostbare tijd en al dat geld te verkwisten met de idiotie van een testsamenleving. Verhoog uit, wat is het, een maand, 2 maanden? En rond eindelijk die vrijwillige vaccinatie nou maar een keer af. En gebruik, voorzitter, gebruik die €925 miljoen niet voor het testen, maar investeer dat in extra personeel op de intensive cares. Daar hebben we wat aan. Voorzitter, dan de ziekenhuiszorg. De ziekenhuiszorg in Nederland heeft het zwaar. Loodzwaar. Alleen spoedoperaties gaan in veel ziekenhuizen nog door. En de mensen die op korte termijn een open hartoperatie of een niertransplantatie of een andere operatie nodig hebben, moeten wachten. Omdat de coronacrisis verkeerd is aangepakt. Omdat de zorg de afgelopen jaren is afgebroken. En voor heel veel zieke mensen, en we hebben het daar hier te weinig over, voor heel veel zieke mensen is het leed niet te overzien. En het is een schande dat dit nog steeds gebeurt een jaar na het begin van de coronacrisis. Een jaar na het begin van de coronacrisis en er is niets veranderd. Er is nog geen begin van een oplossing voor de afgeschaalde zorg. En wat gaat die minister-president eraan doen om al dat leed van die zieke mensen die een operatie niet krijgen, om dat te keren en te zorgen dat ze een zorg, een operatie, toch nog krijgen? De minister van Medische Zaken is er, begreep ik, om privéredenen niet. Ik ga ervan uit dat de minister-president deze vragen zelf beantwoordt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders.